Nee, Daan, nou echt. Ah, dan wordt er helemaal. Dit is je plaats van het gras. Lijntje ook gewoon. Alle balletjes. Pak maar les. Ik zie het een schattige kapsel te gaan doen. Nou, weet je dat ik. Deze koe zo en dan naar boven. Ja. Kijk hoeveel haar. Ja, die haat. Niet schrikken, Daan, maar. Aardige jongen. Zondagochtend. Ja. Het is voor ons vakantie. Ja, die kwam ons wakker maken. En zegt, kom eens naar beneden jullie. Toen lagen wij nog te snurken. Maar wat heb je nou? Ja, nou, om 5:30 ik had even de wekker gezet. Ja. En, nou, dat doe ik wel vaker. Even lekker alleen voor mij. En, tada, ik heb de tafel gedekt. En, hieronder ligt brood. En... hier ligt appels. Wauw, jongen. Wat heb je dat lief gedaan. Ja. Hij heeft een buffet neergezet hier beneden, toen we beneden kwamen. Ja. Nou, gezellig. Gezellig. Ja. Wow. En toen waren we wakker. Aan tafel. Nou, kijk, weer gezellig met ons. Nou, het buffet is geopend. Dus Luan die mag als eerste zijn eigen buffet wat uitzoeken. Hè? En ja, papa heeft gisteren de hondjes in bad gedaan, meisjes. Ruiken ze even lekker een hondenshampoo? Ruiken weer hondenshampoo. En nou schoon blijven, woensdag Pip. Woensdag rook helemaal naar sloot. Ik denk, dat moeten we gewoon eventjes wassen. En nou ruikt hij weer een hondenshampoo, hè, Wiskie? Krulletjes mooi in de krulspelden. Had allemaal krulspeldjes in vanochtend, ik heb ze uitgedaan. Ja, van het gras. Ja, zullen we naar het Luan Bellinga buffet? Nou, we gaan lekker ontbijtbuffetten. Oh ja, ja. Ja. Jij bent Luxie. Luxie, Luxie. Eén, zei het één. Waar is Luxie? Waar is Luxie? Daar. Waar is Luxie dan? Waar is papa Luxie? Nee. Wie is Luxie dan? Nou, dat ben ik zie. Jij bent Luxie. En waar is Lucilla? En waar is mama? En waar is papa? En waar is Luan? En waar is Pip? En weet je? Pip! Ze kan Pip zeggen. Pip. Ja, maar dat zegt ze echt. Ja, kijk. Zeg maar, Lux. Waar is Pip? Wafwaf. Ja, nee. Ja, Pip. Dat was het eerste wat ik zei. Pip. Ja. Nou, weer een woordje erbij. Ja. Luxie denkt, ik doe alles op mijn eigen tijd. Ja. Geen haast, Luxie. Nee. Geen haast. Hebben we hier weer een knuffelmomentje? Een knuffelmomentje met een hondje. Een knuffelmomentje. Oh, het hondje van de sheriff. Het hondje van de sheriff. Van sheriff dan. Wat ruik jij? Oh, ah, Luxie. Luxie ook knuffelen, hè? De krulletjes is het. Lekker knuffelen. En Woezel wil ook wat van het buffetje ja. Van de hond. Wat is het? Luan, wat krijgt Woezel op buffet? Een hondenbakje? Nee, die krijgt een lekkere rijst. Oh! Nee. Je hebt broodjes en water, hè? Nee, woef. Niks. Nou, Pip ook een kusje geven. Geef Pip ook maar een kusje. Ja, lik aan jouw hand, hè? Ja, ja. Oh, nee. Is dit genoeg knuffels? Ja, dat is weer genoeg knuffels. Nou, gaan we nu dan uiteindelijk wat lekker eten dan? Ja. Ja? Wat krijg je papa? Uitgeknuffeld. In deze. En de andere helft in dit bakje. En dat geef jij dan die aan Pip Luxie? Dit is aan Woes. Oh, eet je zo. Zo in het midden in de kamer. Goed gedaan, prinses. Eet smakelijk, jongen. Goed gedaan, prinses. Goed, hè? Hallo. Hola. 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 Ik ben Juan. Oh, schatje. Zit met je handje er. Oh, het is al iets beter dan gisteren, hè? Nee. Dankjewel.
Nee, Daan, nou echt. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Die haren. Ik wil naar de kapper. Kijk gewoon, kijk even. Dit ziet er niet uit. Maar als je het verknipt, dan lopen ze tot en met oktober met... Je bent net zo'n clowntje zo. Oh, die haren. Oh, Daniel, dat is echt echt. En die nekharen. Waar zijn die nekharen? Nee, Daan, doe stil. Kijk dan, dit is toch niet normaal. We volgen maar die jullie, hè? Schapenhaar, zeggen we dan. Jouw haar is nog nooit zo vreselijk geweest. Oh, het is nog nooit zo lang geweest. Het is nog nooit zo lang geweest. Ik heb nog een sick gehad. Nee, ook niet. Je ziet er heel apart uit in deze quarantaine tijd. Nee, papa, niet doen. Dit is echt... Kom maar, het dingen niet. Kom maar, zeg maar. Mogen zijn wie ik. Ja, je hoort er helemaal. Ja, je hoort er helemaal bij, hoor. Oh, wat erg. Ga je lekker vreselijk. Ik vind het heel dingelijk. Ik kan Je hoort er helemaal bij. Wie ik. Ja, dat had je zeker niet gedaan. Wie ik. Ja, je hoort er helemaal bij. Ja, Lucien, ik kan wel wat haren. Ja. Luan die denkt echt, dit toch eens normaal. Kijk dan, zie Luan kijken. Die denkt echt van, oh, papa, doe normaal. Nee. Daniel, stop, ik kan niet meer. Stop. Je zoon loopt er maar weg. Wat ga je doen, Luan? Ja. Ja. Kom maar weer terug. Oké, papa die stopt ermee. Ik ga even aan, hoor. Daar is hij weer. Wie? Ik? Ja, jij. Wij zijn lekker aangekleed. Het is voor ons morgen. Is het voor ons Koningsdag? Helaas, pindakaas is natuurlijk geen grote feest. Dan gaan we niet de rommelmarkt op en al dat soort dingen. Ja, dat kan natuurlijk nu niet in de coronatijd. Maar we gaan zo wel een hele leuke video opnemen voor op Lucilla haar kanaal. Gaan we leuke oud-Hollandse spelletjes spelen, denk ik. Dat is misschien wel een leuk idee. Die kan je zien op Lucilla haar eigen kanaal. Deze video staat als goed is al online. Maar Luan die wilde heel graag een TikTok opnemen. Want hij had weer een leuk liedje ergens gehoord. En dat gaan we eens even doen. Hij had een idee met zonnebrillen. Daar kwam hij zelf mee. Dus dan gaan we eens eventjes een mooi plekje zoeken, Lu. Denk maar dat misschien buiten het mooiste licht is. Ja. En dan gaan we even een leuk TikTokje opnemen voor op Luan zijn TikTok. Dus als je dat wil zien, check even zijn TikTok. Ja, je mag wel mee. Hè? Kijk, Luxie is ook in een eigen mooie prinsessen outfit. Kom ik hier zo aan. Ga je hier zo vloggen en dus daar aan, ja? Oké, zeg maar wat ik moet doen. Ik moet eerst gewoon zo doen en dan kom je in beeld. Ja, en dan stoppen, hè? Stoppen, al, dan moet je stoppen. Ja, ik weet dat ik stop. 1. Wat zal ik 60 seconden doen, anders red je hem niet. 1. Net zijn TikTokje gemaakt en ik ga even met papa buiten de tuin weer een beetje afbouwen. We hadden natuurlijk het zwembadje van de afgelopen dagen nog staan. Maar de balletjes, dat is in ieder geval niet helemaal gelukt, want ze zijn niet helemaal gegroeid. En het water wordt nu ook een beetje vies. En we gaan het bootje weer even leeg laten lopen. Hoe is op Pip lekker gewandeld? Ga je voor jullie TikTok doen? Met de honden. Ja. Even de stand van zaken. Daniel heeft de balletjes uit het zwembad hier gegooid. Kijk, en nou is hij aan het bezemen. Ze zijn afbreekbaar, oké. Ga erop staan, oké. En dan gaan ze kapot. Er blijft niks van over. Nou, ondertussen zitten wij niet meer hier, want hier is het helemaal nat. Omdat hier het zwembadje net is omgegooid. En het gas kan er eventjes luchten, ja. We hebben natuurlijk de afgelopen dagen die kleden gelegen van de... Van het gras. Het komt weer tot leven nu. Maar wij zijn naar de achtertuin verhuisd. De kinderen zijn dan weer lekker aan het dansen. Want we gaan zo de ouderwetse Hollandse spelletjes spelen in de achtertuin. Kijk, we hebben nou de matten en de kleden even daar neergelegd. We verhuizen gewoon iedere keer ons grasveldje, jongens. Dat is makkelijk van zo'n grasveldje. Nou jongens, lekker in het zonnetje, hè? Ze hebben hun koningsoutfitjes al aan. Tenminste, de mooie koning- en prinsessen-outfitjes. Ja. Maar we moeten er even de kussens erin leggen. En we gaan ze nog eventjes de spelletjes allemaal klaarzetten. Kijk, hier hebben we ook de mand. We gaan ook het kegelen en pionnetjes even neerzetten.
En dan kunnen we zo eventjes leuke spelletjes gaan spelen. Want het is nou weer lekker warm geworden hier, hè? Lucilla zit er helemaal in de rol. Oh, jullie kennen het dansje ook gewoon. Oh ja, zo ging die ook alweer, hè? Van de koning spelen. Nou, mama en papa die gaan even verder met alles ombouwen in de tuin. Dan zien jullie nog even lekker verder. 1, 2, is hier een keer klaar voor? En we tellen we nu aan. Wie ziet dat nu aan? Naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we tappen, 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 tappen. Buitenstofzuiger gepakt om alle balletjes even op te stofzuigen. En even onze hele voortuin een beetje op te stofzuigen. Want het was een beetje een zooitje geworden. Maar kijk. Goed gedaan hoor, vader. Toch maar even de stofzuiger erbij gepakt. Ja, ook dat. Alle balletjes. Nu in een kleine doosje krijgen. Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Kijk, we gaan hier wc-rollen neerzetten. Gaat die toch niet omhalen? Gaat het eruit vallen. Pak maar, Lux. Zet je ze ook daar neer? Daar, in het... Ja, goed zo. Zet ze allemaal maar hierin. En dan hebben we hier een schaaltje met allemaal mandarijntjes. En dan kunnen we als goed is zo... Hoep. Niet echt eraf doen. Misschien moeten we het winkeltje een beetje van de schutting afzetten. Ja, zo. En dan kunnen we hem eraf gooien. 1, 2. Ja, zie? Dat is een punt. Kijk, we hebben hier ook het scorebord. We gaan natuurlijk allemaal meedoen. En we hebben 5 spelletjes. En ja, uiteindelijk is er 1 winnaar. Hey, Luxie, ben jij bij je baby gaan zitten? Kom je er nog wel uit? Ik ben mijn lieve baby. Oh, een woezeltje. Knuffelwoezeltje en Pip. Ze zijn wel we lekker schoon. We hebben altijd Ranja en spekjes. Oh ja, maar we hebben alleen geen spekjes, schatje. Papa heeft geen spekjes gekocht. Ja. Maar we hebben andere zakjes snoep. Dat komt wel goed. Ontbijtkoek. We hebben wel ontbijtkoek. Ja, die hangt al. Je ziet er zo schattig uit met die schoenen. Met die hondjes. Ja, mooi hè, Luxie. Luxie heeft ook een mooi jurkje. Nou, dan gaan we eens even kijken of papa al bijna zover is. Dan kunnen we zo beginnen. Inmiddels hebben we al het helft van het spel gedaan. Lucilla en Luxie zijn nog even met de auto aan het spelen. Luan die peuzelt even een mandarijntje op, want we hebben net mandarijntjes gegooid naar de wc-rollen. En het spel, ja, het staat een beetje gelijk spel, hoe moet ik het zeggen? Dit is de stand van zaken op het moment. Dus het is nog spannend wie er gaat winnen, jongen. 0-1, ik heb 1-0. Lucilla die schrijft het spiegelbeeld. 10. Nou, wij zijn hier weer heerlijk op de bank geploft. We hebben net het superleuke koningsspel gespeeld. Deze video kun je dus zien op het kanaal van Lucilla. We hebben hem al opgeloot toen het Koningsdag was. Papa die heeft even met Woesel en Pip gewandeld en Luxie in slaap gewandeld. Want het was haar middagslaapje, maar geniet hier nog even lekker van het zonnetje. Met een lekker ijsje. En jongens? Mm-hmm. Weet je wat dan grappig is te zien, jongens? Kijk, als we straks een serre laten bouwen, want we wilden heel graag een serre daar. Dan is dat precies het schaduwstukje. En hier hebben we nog allemaal tuin. We hebben hier nog maar een papa die wil hem tot daar, tot Luan nu, zeg maar. Maar mama heeft hem liever toch iets kleiner. Maar... mama heeft hem liefst tot de trampoline. Dan kunnen we de trampoline laten staan. Maar papa heeft hem het liefst tot hier. Ja. Dat dit allemaal serre is. Ja. Zodat we in de winter ook meer plek hebben. Jij wilt tot hier? Ja. Helemaal tot hier zo? Ja. Maar dan kun je niet meer het luchtkussen zo in de tuin zetten, hè, volgend jaar. Ja, dan weet ik. Maar wel in een voortuin. Maar dat je misschien daar nu die deuren open kijkt. Deze kunnen allemaal open. Ja, maar dat kan niet, hè, jongen. Daar is de straat. Je kunt niet uit de tuin... Ja, dan doe je bordje omrijden. Ja. Maar we kunnen ook het kussen in de voortuin zetten, hè, het springkussen. Ja. Op zich is het wel lekker als we hier dus een serre aanbouwen. Want dan hebben we dit schaduwstuk, wat we in de zomer dus eigenlijk toch niet zo heel veel gebruiken, hebben we erbij als speelruimte voor de kinderen, zeg maar. Als toch nog hier hebben we nog de tuin. En we gebruiken onze voortuin ook heel erg veel, hè. Maar man, kijk, nou, maar
maar dan doe je alle deuren open. Want het is een hele lange schuifdeur. Ja. Van tot hier. En dan heb je toch nog hele grote. Dat is waar. Als je dan hier de schuifdeuren open doet, dan heb je echt wel een heel grote. Want we willen toch wel heel erg graag een serre. Wanneer die precies komt, dat weten we nog niet zo goed. Daniel is wel bijna jarig. Dus misschien voor Daniels verjaardag. Maar we weten niet hoe het helemaal gaat met corona en het natuurlijk. Maar het is dus wel een beetje het idee om hier een serre aan te bouwen. Zodat we meer leefruimte hebben, ook als het minder mooi weer is. En natuurlijk ook voor de herfst en de winter. Dat de kinderen hier ook lekker buiten in de serre kunnen spelen. In plaats van allemaal in de kamer, want we hebben niet zo'n hele grote kamer. Maar nu hebben we eerst even lekker nog ons zonnige achtertuintje waar we kunnen gaan genieten. Ja, en het is nu toch echt tijd om wat aan dit quarantaine coronakapsel te gaan doen. Zoals we weten kunnen we natuurlijk niet naar de kapper toe. Dat kan gewoon echt niet, ondanks dat zijn zus kapster is. Ja, riskeer je gewoon een boete als je naar de kapper gaat, dus dat doen we gewoon echt niet. Maar Daniels haar, die groeit wel echt heel erg lang. Hebben jullie vanochtend ook gezien, is echt niet normaal. Ja. En hier ook achter, kijk, even achter laten zien. Vind ik dan wel leuk. Kijk, hier achter, en die nek wordt het ook een hele lange mat. En dit hier. Kijk, zijn baard heeft hij nu al netjes getrimd. Ja, kijk. Maar dit, ja, hebt er gewoon hier, krullen, wist je dat? Dat je krullen hebt. Ja, kijk. Daarom. Ik vind het van boven laat ik het ook lang hoor. Je mag mijn nek krullen. Mag ik papa's nek? Nee, we gaan nu echt even. We gaan het niet proberen te verpesten, jongen. Want papa kan niet alsnog naar de kapper toe om het goed te maken. Ik wil niet als oktober. En ik heb dit nog nooit gedaan, jongens, met de tondeuze. Dus Daniel zegt wat ik moet doen. Maar mam, ik had een tip gekregen. Ja? Nou, van tante Mirjam. Ja? Nou, toen we een vee gingen doen, toen zei tegen tante Mirjam, we moeten zelf papa's haar gaan knippen. En toen. En zei ze, ik heb wel een tip voor je. Nou? Nou, je moet altijd, nooit, helemaal die scheer in helemaal tot je hoofd doen. Altijd eerst Ja, nou, dan gaan we dat in ieder geval doen. Dit is mijn scheren tondeuze. Daardoor is dat baardje zo mooi. En ik zet op de hoogste stand, stand 21. 21. En dan moet ik het hierachter een beetje, gaan scheren. Maar het bovenste gewoon lang laten. Ja, kijk, dit is ook, het is ook zo warm. Ja, dat is heel dik haar. Nou, echt dik haar. Want dat opzicht ben ik echt jaloers op jouw dikke haar. Ik heb dat hele dunne piekhaar. Ik ga eigenlijk nooit naar de kapper, want ik heb zo dun haar. En nou ja, ik hou niet zo van knippen. Maar Daniel die heeft echt te dik haar dat ik nu toch echt even wat eraan ga moeten doen. Dus we gaan buiten zitten. We hebben hier even een stoel neergezet. Dat hier de kapperstoel is. En we hebben ook natuurlijk even een echt kappersdingetje. Zo. Ja, doe maar even. We hebben de tondeuzen, de kam en de uitdunschaar. Ik ben benieuwd of mij dit gaat lukken. Papa heeft als goed is een voorbeeld. Nou weet je dat ik dit nog nooit heb gedaan, hè, dames? Ik ben geen kapper die... Alsjeblieft voorzichtig. Nou, deze koe heb ik gevonden van David Beckham. Serieus, moet ik dit gaan knippen? Wat we gaan doen, we gaan die zijlijn van mijn lange haar... gaan we met de kam gaan opzij houden. Die hou ik opzij. Oké. Ja? En dan scheer jij die... De hele weg. Dus dit moet weggeschoren worden. Ja, dus ik ga met de kam hier op die schijnlijn zijn mijn zus. Ja. Zo. Ja. Kijk, ga ik het helemaal zo op die schijnlijn? En dit moet weggeschoren worden, dit. Kijk, zie je bij David Beckham hier, zie je dat? Ja. Wordt het zo. Oké. Maar we houden dus de lengte gewoon lang. Oké. Want dan ben ik die nekharen dus kwijt. Oké, nou, ik doe mijn best. Dit is de goede kam die ik nu heb. Ja, dat is de grootste gewoon, even de zekerheid. Ja, begin maar. En dan moet ik zo en dan naar boven. Oeh, pas op, hè? Je snijper. Je trekt haren eruit. Oké. Die staat nog niet aan. Nee, daarom, dan snijdt hij wel. Oké. Fijn. Nou, daar gaan we. Dit moet ik doen zo. Oké, is die lijn recht? Jij ziet de lijn beter dan dat. Ja, lijn, als ik het verknal, word je niet boos, hè? Blijf je bij me, hè? Nee? Ja. Serieus, ze slapen vanavond in één bed, hè? Slapen op de boot. Gewoon aandoen. Hier? Nee, gewoon hier. Ja, ik doe hem eerst even aan. Hij is gewoon 21. Ja. Gewoon zo. Ja. Oké, ja. Lange banen. En alleen. Hoor niet, hè? Dat is het gras. En weer door. Ja. Gaat helemaal niks af. Ja, maar door. Wel! Ja, ga door. Okay. En mijn banen, gewoon net als grasbanen. Helemaal wel. Oh, maar je bent wel even mee bezig. Ja, zeker. Ik heb het gevoel dat het heel langzaam gaat. Ja, hè? Moet ook. Kijk, nou riskeer nog niet veel hebben. Ah, ja. Nou ja, rustig. Als je maar gewoon iets voor mij doet. De schijnlijn met een hoge haarpad. Ja, en helemaal van onderaf. Ja, is hier nog? Dus heb ik het niet even.
Let je hoor. Ik ga wachten, ja. Door. Zeg je het kijk op hoor. Nou, helemaal al niet zo steken. Oh, wat ben je dan? Ik heb het steken in mijn hoofd. Sorry. Ja, en helemaal van achter door. En door. Het is een hele bolletje rond. Ja, maar ik heb het gevoel dat het een oog. Ja, doorgaan. Ja. Ja, nou. Blijf van boven lang zijn, mijn zus. Nou. Dus nu is de kunst. Ja. Dat als je nu gaat scheren zometeen. Ja. Dan krijg je hem hier zometeen ook weg. Ja. En dat je het. Ja, eigenlijk gewoon. Dus, dit moet je als een scheilijn niet raken. Ja. Ik ga dat willen. Oké. Oh, even spannend. Dit vind ik vingers hoor. Ja, nee, dat doet niet. Hou hier handen op. Ja, hand vast. Goed. Oh, wat een bos. Ja, zet hem er even uit hoor. Ja. Kijk hoeveel haar eruit komt. Je hebt nu echt zo'n Elvis krul. Ja, kijk wat ik heb geleerd. Hier hadden we dus zijlijn liggen. Ja, die zijlijn liggen. En hier ligt de andere zijlijn. Ja. Gaan we weer scheren. Ja. En dan niet voorbij die schijnlijn. En naar boven, 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 ja. Ja, met je hand. Nee. En naar boven, vingers mee naar boven. Oh, hè? Ja, je bent, ik krijg eerst die stekels. Sorry. Oh, ja? Ja, het hoofd uitvoelen en het globaal eroverheen uitglijden. Anders mes je niet. Zeker, mes je raakt wel. Niet schrikken, Daan, maar... Op dit moment heb ik het gevoel dat er heel veel hapjes uit zijn, zeg maar. Het is niet overal even lang en zo. Ja, dat ook hier? Kijk, en hier? Ja? Misschien moet je dan met die andere schaar het even lang voorzichtig met maken. De schaar. Voorzichtig. Ja, met zo'n schaar, maar weet je, papa heeft zo dik haar, daar kan ik met een schaar bijna niet doorheen. Dan moet je die andere sterke doen, niet nee, maar dat sterker. Gaat niet, jongen. Dat gaat niet. Dat moet echt met een... Oké, okay, we gaan okay, we gaan weer door. Ja. Vingers van boven. Ja, maar door, dat is schijnlijk. Je gaat voor je vingers, hè? Ja, dan zeg ik, ga hier maar langs die kant. Je gaat voor je vingers dan? Ja, mijn vingers sta je niet. Jawel. Nee, die kunnen er niet tussen. Oké, nou, ik zometeen... Door, gaan we door. Aardige jongen. Ja, gaan we goed. Er zit nog steeds veel haar. Maar dit zo, zo vind ik niet zo. Niet schrikken wordt meer waarschijnlijk, hoor. Gewoon door en daar naar boven, ja. Dit is het dan een beetje. Even een complimentje. Ben er nog niet helemaal? Ik zie hier nog een plukje. Nee, dan gaan we door. Even pauze. Ja, even. Vind je het wat? Ja, ik ga even die David Beckham foto zoeken. Oh. Even zoeken. Waar is die nou? Oké, nou heb je hier bovenop echt heel veel haar. Mm. Hier aan de zijkant is het allemaal geschoren. Hier achter ook in de nek. Ja, er zijn overal een beetje haar. Maar ik zie dat er af en toe nog wat plukjes zijn. Maar goed. Hey, voor de eerste keer. Ja. Dit is het plaatje wat Daniel voor ogen had. Daar moeten we naartoe. En dit is het op dit moment. Nee. Nou, ik vind het nog niet eens zo verkeerd. Wat zegt mooi, hoor. Ja? Ja. Ik heb wel aardig op Brad Pitt te lijken, of niet? Vol, hè? Dat was David Beckham voor mij. Oh, David Beckham. Oh, sorry. Wat ga je hiermee doen? Ja, dat gaan we even kijken in stijl. Eerst dat hij is mee, van beide kanten helemaal recht is. Zie je dat, of niet? Ik heb ook een ogen bij jou. Ogen lachen. Wel aardig en even veel zo. Ja, dan krijg je dan zo staan. Wat ga je hiermee doen? Niks. Deze haren vallen nu hierheen, want ik moet ook nog weg, toch? Ja. Maar dan heb ik precies dit petje van jou. Tada! Kijk. Dit is het dan geworden, wat hij boven met zijn... Ja. Pluk naar boven wil doen, dat het een beetje met de gel stijlen. Ja, moet met gel stijlen. David Beckham en Brad Pitt hebben dat ook. Jij moet met gel blijven stijlen, maar ik vind het wel cool. Ik wil, hè? Ik vind het wel stoer geworden. Ja, het is hier ook zo'n beetje strak zo. Ik moet zeggen dat het voor de eerste keer vind ik het goed gelukt. Ik vind het ook cool. Alsjeblieft. Oh, je bekapt. We hebben lekker buiten gespeeld en de meisjes zitten nu voor de tv. Want straks komen we op het Jeugdjournaal om 7 uur, Luan. Dan gaan we even kijken hè, naar het Jeugdjournaal-interview die hier bij ons op visite was. Vanavond eten we lekkere pizza en ik ben van Turks Brood zelf even lekker een pizza aan het maken. Alleen ik had geen gras op de kaas meer. Dus ik heb nu van die plakjes, normale kaas, die heb ik in hele reepjes gedaan. En die leg ik even over de pizza. Ziet er een beetje gek uit, maar het smaakt natuurlijk gewoon hetzelfde.
Dus we eten vanavond een lekkere, zelfgemaakte pizza van Turks brood. Wie lust er een lekker tomaatje? Oh, Luxie. Lekker tomaatje. Alsjeblieft, kijk eens, Lu. Ja, ik geef de hele bak aan jou. Wij zitten klaar voor jeugdjournalen. En de eerste pizza is klaar. Top met jullie vraag. Kom binnen in je eigen huis. Hey, nog een camera. Families en kinderen ook echt motivatie, kracht en steun uit onze vlogs kunnen halen. Mijn vraag is, doen jullie ook nog ander werk dan YouTube? Nou, we doen niet echt eigenlijk andere dingen, hè, mama? Nee, mama heeft vroeger wel altijd fulltime gewerkt in de schoenwinkel. Inmiddels kunnen we hier onze boodschappen van doen. Hi, ik ben Fedi. Is het niet druk, jullie leven met 3 kinderen, huisdieren, YouTube? Hoe redden jullie dat? Best wel druk. Ja, we daar even een vlogje maken. Ja. Ik denk dat hier heel veel mensen dat niet altijd in de gaten hebben. Hè? Ja. Tenminste, eerste oog op zich denk je, oh, lekker makkelijk filmpje maken voor je dag. Maar per vlog zit er wel zo'n 4, 5, 6, 7 uur soms wel aan werk in, van Daniel en mij, achter de schermen. Dus we zullen eigenlijk nooit vakantie dan? Nee. Nee, ja, het voelt niet zo. Nou, we hebben wel vakantie, maar dan met vlogger erbij. Ja. Hoi! Wij hadden een vraag voor de kinderen. Vinden jullie het leuk om bekend te zijn? En dus jullie ouders bijna altijd vloggen. We zijn benieuwd naar jullie antwoord. Doei! Nou, we vinden het wel leuk dat jullie vloggen ons. Dan kunnen ook andere mensen zien hoe je het doet en ik voel me daar wel prettig bij. We voelen ons niet echt heel beroemd. We zijn gewoon het gezinnetje die elke dag zijn best doet. Ook bij mij weet ik af en toe niet meer wat ik moet doen. Laat ook echt zien dat er bij ons ook een zooi in huis is en dat we ook wel eens kibbelen. Te kijken waar ook ziet, oh, bij de Bellinga's zit ook wel eens niet helemaal perfect, weet je wel. Ja. Jullie delen natuurlijk heel veel op social media, maar wat vinden de kinderen ervan? En als de kinderen iets niet willen, filmen jullie dan wel? Of verwijderen jullie dat? Nou, eigenlijk zijn we een beetje stiekem de baas wanneer we willen. Komt het dan wel eens voor dat jullie zeggen van ik heb helemaal geen zin? Nou, echt heel erg leuk soms. Vet soms. Dan zeggen we, nou, soms dan zitten we iets leuks doen en moeten opeens vloggen. Dat blijft er wel een beetje bij hangen, dat het dan ook niet leuk kan zijn. We zijn zo als gezin zeg maar zo opgegroeid. En we vinden het heel fijn om dingen te delen. En hun weten in principe ook niet anders. En ze zijn zich ook gewoon bewust van dat we dingen delen. En meestal van de hele dag dat we wakker zijn, dan zouden we nog geen uurtje aan de beeldjes van de maat te halen. Dus we hebben meer de kamer uit dan dat die aanstaat. 3 beetjes numeraal gaan, 1 numeraal pauze. Mijn vraag voor jullie is, welke YouTubers zijn jullie eigenlijk fan? Ik ben wel fan, zoals Bibi, die heb ik eerst ontmoet. Toen was ik heel erg aan het blowen. Wat vond je ervan, Jurek? Een beetje cool, hè? Wij zijn Yveske en Bente en wij zijn enorm fan van de Bellinga's. En wij zouden graag willen weten, wat is de favoriete challenge van Leon en Lucille? Dat mama alleen maar ja mag zeggen. Ja, ja. Mag ik op één test op? Maar het is lunchtijd. Oh nee, ik moest ja zeggen, hè? Ja. Ja, nou ja,
collega's, wat vinden jullie het leukst wat er in jullie leven is overkomen? Ik kan echt niet kiezen. En jullie? Ik weet het ook niet. Ik heb zelf lastige vragen. Ja, de geboorte van de kids. Ja. Oh, toen ik 7 jaar werd en toen kon ik niet wachten dat ik mijn hamster kreeg. Oh ja. Dat is een goeie. Sammy. Ik denk dat ik voor deze ga. Dit is Sammy. Leuk, dankjewel, Jeugdjournaal. Wij gaan heerlijk de pizza opsmullen. Leuk dat jullie er vandaag bij waren. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even dat. Duimpjes omhoog. En niet abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.